Our own party starts with your right foot. Rock right diagonal forward and push your right hip forward. So rock. And when you recover to your left foot, drag right beside left. Behind, side, cross. Step left diagonal forward. Swivel both heels to the left and swivel them back. And then left behind, 3/8 over your right shoulder, right forward, and step left forward. Next section, brush your right foot forward into a hitch. Then also have a turn over your left shoulder, stepping right back and drag your left foot towards right. Coaster step left back. Coaster step. Step right forward and then 4 times sweep forward and step left forward. And when you do the sweep forward, you don't just sweep forward, but you drag your toe over the floor. So drag, sweep, step left forward, drag, sweep, drag, sweep, drag, sweep. Yes? With your right foot, this is the third section. Right foot rock forward, recover, and have a sailor turn over your right shoulder, stepping right, left, right. With your left foot, step, lock, step, right together. And now lift your heels and twist both heels to the right, right. Then, still with your heels lifted, twist both heels left and then to the right again, but then drop your heels and bend your knees. Make sure to end most of your weight on your right foot, because now on the end count we start the fourth section to step left together and cross. Turn ahead over your left shoulder towards 9 o'clock and click your hands in the air and your face is towards your left side. Then bounce twice, bounce, bounce. On the sheet they say bounce twice into a quarter turn over your right shoulder. So bounce, bounce, and then step left to side with a touch. In their promoting video, they don't always bounce twice a quarter turn. They just bounce sometimes. So bounce, bounce, and then they make the half a turn over their right shoulder, stepping left to side. So whatever you feels what fits, you do. Now, we touched right beside left. Then we make some sort of rolling vine over the right shoulder or a full turn. So first stepping right into a quarter turn and then stepping left back with 3/4 turn or half a turn, just to start over again facing 3 o'clock with the rock step and the hip push, rock, recover behind side cross. Yes? Let's count the full dance. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Let's just restart again. Now in wall 2, wall 5, and wall 8, there is a tag. In wall 2
And 5, it is after 16 counts and in wall 8 after 8 counts. The first tag will be facing 12 o'clock. The second tag will be facing 3 o'clock. And the third tag will be facing 12 o'clock again. It's 3 times the same tag, almost. You can change the third tag a little bit if you want it. Now, the tag. The first tag will be facing 12 o'clock, so I will show you facing 12 o'clock. Push your right foot outwards. Hey, 1, 2. You can do it with a toe strut, so roll toe struts with your hip, roll with your hip. So roll, and also now with your left foot, roll, and then don't move your feet anymore. Roll clockwise with both your hips, 5, 6. So what you get is with your right foot, hey, what you say, 5, 6. And now on count N7, N8, right beside left and left across right, 7. On N, lift your heels, N, and then on count 8, drop them again, 8. Now, maybe you already saw that on the first two counts, I use my hands. Point your finger up like you're telling someone, hey. So, hey, it's also what they say. So, then they say, wait. So, wait. So, your left hand is all your fingers up. Make a stop sign. Wait, yes? Hey, wait. Then, on 5, 6, both your hands on your hips. 5, 6. And then, N7, N8. Like this. I don't know what they mean. That movement. On count, N7, N8. Yes? So, hey, wait, what you see? Do you wanna dance? This is the tag. It's also the tag in the fifth wall facing 3 o'clock. It can be the tag in wall 8, if you'd like. But because the music changes, they say, okay, in this part, N7, N8, you can change N8. Yes? So, N7, no N count anymore, but a full turn over your right shoulder towards right diagonal again. Lift your right knee, not your heel, your knee. 8. Now, your right foot is in the air. You can now rock step right diagonal forward again after the tag. When you do this, look up to the sky. 1, and your hands are out. And then 2, 3, and 4. End of the third tag. So most of the tag is what it is. You just change count N8 with a full turn. Let's do this part first. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 1, 2. Yes? End of the dance. Our own party begint met rechts. Rechts, diagonaal, rok voor met een soort heup, duw, push. Dus 1. En dan gewicht terug naar links, drag rechts naar links toe en dan achterzij, cross, links diagonaal voor, twist je hakken naar links, twist je hakken terug en dan achter, 3/8, of eigenlijk voelt dat als een kwart, en dan links voor. Nu met rechts, tweede blokje, brush, hitch, en dan draaien we een half over de linkerschouder met rechts, die nu hoog staat, achter. Dan sleep je links bij.
dus tegelijkertijd. Vanaf die sleep maak je met links coaster step achter. Coaster step. Stap rechts voor met links een sweep voor, links voor, rechts een sweep voor, rechts voor, links een sweep voor, links voor, rechts een sweep voor. Schoon sweep, 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 sweep. Met stapjes. Nou, nu is er iets bijzonders aan die sweeps. Want op het moment dat je die stap voor doet en die sweep doet, die sweep aan zich, die doe je niet zomaar sweepen, maar met de tenen over de grond. Ja, dan zie je, dan krijg je een soort van, nou, lijkt wel dronkenmanspasjes eigenlijk. Ja. Nou, met rechts het derde blokje, rok voor, gewicht terug en een halve sailor turn over je rechter schouder. Rechts, links, rechts. Met links, step, lock, step, voor. Step, lock, step. Op de N-tel sluit je rechts aan. En op tel 7 en 8. Hier omhoog en tegelijkertijd twist je hakken naar rechts. Dan twist je hakken terug naar de center. Je hakken blijven nog steeds in de lucht. En nu op de volgende N-tel of de volgende hele tel. Volgens mij is dat tel 8 nu. Je hakken gaan weer naar beneden, maar je twist nog wel je hakken naar rechts ook en je zakt door je knieën. Zorg ervoor dat je gewicht zoveel mogelijk op rechts eindigt, want nu ga je op de N-tel, zet je links neer. En dat is van het volgende blokje alweer, dus dat is N1. En cross met rechts. Draai een half over je linker schouder en dan doe je met rechts die klikje in de lucht. 2. Ja? Dan heb je met dit stukje. En 1, 2. Dan bounce je 2 keer. Volgens de sheet is het 2 keer een kwart over je rechterschouder. Bounce. Bounce. In het filmpje van de choreografen blijven ze meestal gewoon staan. Met de neus richting 9 uur. Bounce. Bounce. Maar wat je wel echt moet doen, is ervoor zorgen dat je na die bounces in ieder geval stap opzij doet met links, met je neus, naar die muur, naar 3 uur. Dus je kan blijven staan, bounce, bounce en dan een half rechtsom met links opzij en dan die touch. Of je doet wel alvast die kwart-kwart, bounce, bounce en dan links opzij en die touch. Moet je maar even kiezen wat je zelf fijn vindt. In het filmpje van de choreograaf doen ze bij de ene muur weer blijven staan en bij de andere muur doen ze wel 2 keer een kwart. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Als je maar uiteindelijk hier uitkomt en dan niet met rechts die touch doet. En dan heb je nog stap kwart rechts voor en met links een halfje achter of 3/4 achter. Want nu op 3 uur beginnen we de muur weer met rechts die rok voor en die heup push. Hè? Dat is na die draai meteen. Dus je kan zeggen, ik maak die draai helemaal, dat ik gelijk eindig met mijn neus die muur op. Of je maakt die draai af op het moment dat je die rockstep doet. Nou, dat is heel de dans. We gaan tellen. 7, 8, 1, 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. En 1, 2, 3 en 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Nou, in muur 2, 5 en 8 hebben we een tag. Alle drie keren zijn de tags zelf hetzelfde als bij elkaar. In de derde tag kan je hem een klein beetje aanpassen nog op de muziek. Tag 1 is met je neus naar 12 uur. Tag 2 is met je neus naar 3 uur. En tag 3 is weer met je neus op 12 uur. De eerste twee tags zijn op het midden van de dans. De laatste tag is al meteen na 8 tellen. Nou, we doen eventjes de normale tag zoals die hoort, zonder de extraatjes van de derde tag.
En dat is, je gaat toastrut eigenlijk. Toastrut en heuprol met rechts. Dus 1, 2. Ook met links. 3, 4. Dan handen op je heupen. En met je heupen maak je een cirkeltje. Of een heuprol. Met de klok mee. 5, 6. Op en 7 en 8. Met rechts. Sluit. Links. Cross. Op de N-tel. Alle twee je hakken omhoog. En op tel 8 gaan ze weer naar beneden. 8. Je eindigt je gewicht op links. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en 8. Maar er zitten ook handbewegingen bij. Op de eerste twee tellen, je rechterhand omhoog. Je zit wat met je rechterheup. En dan heb je één vinger omhoog, alsof je wil zeggen, hey. En dat zingt hij ook, dus dat is leuk. Dan krijg je, hey, 2. Op 3, 4 was je met je linkerheup bezig. Dan doe je je linkerhand omhoog, maar met alle vingers. Want hij zingt wait. En dit is een soort stopteken, wait. Dus, wait. Dan, nou, alle twee handen op je heupen, dat had ik al gezegd. 5, 6, op en 7 en 8. Krijg je zo'n soort beweging met je handen. Van de, nou, ik weet niet. Dat. Ja? Dus. En 7 en 8. Ik weet niet. I don't know. Dat. En dat is dan het einde van de tag. Dus als we die gaan tellen, krijg je 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en 8. En dan gaat het weer opnieuw. Oh. En de rest, ja? Nou, dit doe je in hetzelfde richting 3 uur bij de tweede tag. Je kan het ook doen bij de tag van muur 8. De derde tag, die is richting 12 uur. Maar omdat de muziek daar een klein beetje anders is, omdat net na die tag eigenlijk de beat een beetje dropt, hebben ze daar iets extra's bij gemaakt. Namelijk, bijna de hele tag is hetzelfde, behalve de N8. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Dat is allemaal hetzelfde. Maar nu hebben we niet N8 met die hakjes omhoog en omlaag. Nu sla je de N-tel over sowieso. En op tel 8 maak je een hele draai over je rechter schouder. Met je rechter knie omhoog. 8. En dan kom je in de rechter diagonaal uit, zodat je met rechts die rok voor kan doen. Maar dat is nog iets bijzonders. Want op het moment dat je die rok voor doet, kijk je de lucht in. En je handen zijn zijwaarts, zo van halleluja. Dus 1. En dan gaat de dans weer verder met gewicht terug met de sleep en dan de rest. Hè? Zoals het normaal al is. Het eerste blokje van de dans. Dus als we even die hele laatste tag tellen, krijgen we 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 8, 1, 2, 3 en 4 en de rest. Einde dans. Did you like this video? Then don't forget to like and subscribe to my channels Lars Kuijf Line Dance and Learn to Line Dance. Click below to get regular updates of new dance and learning videos. Thanks.